to be here when I stole a dozen pills inside my mouth in the game. What I stab you in the butt, born to laugh while you're bleeding to your death. Cause I'm like, thank you. Goed weer te zien. Ja, precies. Maar we zijn altijd goed bevriend geweest met elkaar. Ik had u graag de hand geschud, maar ik kan ook niet zo meer overtrekken. Welkom. Goedemiddag allemaal. Ik zal me even aan u voorstellen. Ik ben Antoinette. En ik woon daar in Villa Antoinette op de Hoek. Ik woon daar al sinds 1886. Dus je mag wel zeggen dat ik een beetje op leeftijd ben. 1886 was een heel bijzonder jaar. Het Tawee-park en Villa Antoinette waren toen nog een onderdeel van de gemeente Oostgeest. Maar in Leiden werd de 3 oktobervereniging opgericht. En daar hebben we met z'n allen nog heel veel plezier van, nog steeds. Zijn er onder u nog mensen die zich ook herinneren dat dat allemaal gebeurde? Het maakt niet uit, ik herinner me nog heel veel uit die tijd. Zo herinner ik me mijn goede buurman Herman. Herman Snelle. Hij was cardioloog in het academisch ziekenhuis. En hij was getrouwd met Roos. Herman en Roos hadden een pleegzoon. Nou, daar hadden ze wat mee te stellen. Dat was, zoals je nu zou zeggen, een donder. Maar ik mocht hem graag. Altijd als mijn deurbel ging op een onverwacht moment, dan wist ik het. Didi, want zo heette die, staat voor de deur. Die heeft weer wat uitgespookt. Toen zei hij: buurvrouw, mag ik even binnenkomen? Ik: natuurlijk, jongen, kom erin. En dan dronken we samen thee met een biscuitje. En dan kletsten we samen. En dan kwam het hele verhaal eruit wat hij weer gedaan had. Als we dan een poosje gepraat hadden, zei ik tegen hem: zou je voor mij op de piano willen spelen en wat zingen? Dan ging hij zitten. En dan ging hij spelen. En dan zong hij. Oh, hij was zo muzikaal. En dan genoot ik, want mijn hele huis leefde. Ach, die. Het was echt een hele bijzondere jongen. Hij kwam nog eens een keer bij mij aan de deur. Toen zei hij: buurvrouw, ik heb geld nodig. Zal ik een hoed voor je maken? Ik zei: jongen, stoffen kosten toch ook geld? Hoe kan je nou een hoed maken? Let maar op. Dat was het enige wat hij tegen mij zei. Een paar weken later kwam hij terug met een hoed die hij zelf gemaakt had. En dan moeten jullie raden waarvan. Weet iemand het? Van het ondergoed van zijn moeder. Nou vraag ik je. Hij had het gelukkig wel gewassen en geverfd, dus dat scheelt. Ja, die, ik had echt een zwak voor hem. En ik niet alleen. Maar ook de zusters in het ziekenhuis, die waren weg van hem. Die vielen ook op zijn knappe kop. Ja, en ik kon hem echt geen ongelijk geven. Didi is beroemd geworden. Maar misschien weten jullie niet wie ik met Didi bedoel. Juist, mevrouw. Didi werd Ramses Shaffi. Nou, daar hoef ik verder niets over te vertellen hoe beroemd die is geweest. Ramses was een ontzettend kunstzinnige jongen. En Ramses had ook een goede vriendin. Een nicht en vriendin. En ik ben er heel erg trots op en blij mee dat ze vanmiddag gekomen is. Wendela. Ze zit daar. Dankjewel, Wendela, dat je gekomen bent. Ramses heeft zelfs een lied voor haar gemaakt. En dat lied wil Damian vanmiddag voor ons zingen. Schreeuw voor Wendela.
Het station is zo leeg. En het station is zo wonderbaar. Want nu ben ik zonder haar. Buiten is het wit en koud. En de wind jaagt de sneeuw op achter haar van wie ik hou. Het sneeuwt voor Wendela. De laatste trein is dus weg. De laatste trein komt dus niet meer terug. De laatste trein vertrok te vlug. Het sneeuwt voor Wendela. En ik loop heel langzaam weg. En ik loop heel langzaam uit station naar het huis waar het begon. Buiten is het wit en koud. En de wind jaagt de sneeuw op achter haar van wie ik hou. Het sneeuwt voor Wendela. En ik ben bang voor de stad. Maar misschien morgen niet meer. Misschien, maar nu wil ik niemand zien. Wat heb ik hiervan genoten? Je deed oude tijden herleven, dankjewel. Wendela, ik denk dat jij ook heel erg van de zang van Damian hebt genoten. Maar je bent hier met een speciale reden gekomen. En dat is om iets te onthullen. Mag ik je vragen om dat nu te doen? Trek hem maar. Ik heb zo genoten van vanmiddag dat jullie er allemaal zijn. Dank jullie wel. Ik wil een speciaal woord van dank richten aan het bouwbedrijf Leiden, aan het Centrum voor Amateurkunsten en B+C, die de onthulling hebben mogelijk gemaakt. Ik zou het liefste u allemaal vanmiddag bij mij op de thee uitnodigen met een biscuitje. Maar vandaag lukt dat helaas niet. Ik moet nog een beetje opruimen en ik ben er niet op voorbereid, dus neemt u mij niet kwalijk. Maar ik heb een heel goed idee. Als ik een beetje het huis aan kant heb, dan nodig ik jullie allemaal uit voor een theaterstuk op locatie. Dan stel ik mijn huis beschikbaar, mijn tuin, jullie mogen allemaal komen kijken. En wat zou het niet mooi zijn als we een piano op het balkon zetten, zodat er weer muziek klinkt. Dan geniet ik weer in mijn huis en dan leeft het weer. Zullen we afspreken dat jullie allemaal komen? Ja! Fijn, hartelijk bedankt.